allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag wat nieuwe producten van Essence uitproberen. Dit is dus een klets- en make-up video. Het kan wat langer duren, dus pakte wat lekkers bij. Iets te drinken, iets te eten en dan gaan we beginnen. Dit is een selectie uit de Essence update van de lente en de zomer 2022. Ik heb wat producten erbij gepakt voor een full face. Sommige producten zaten er niet in, die vul ik aan met mijn eigen make-up. En ik wil ook even zeggen, dit is een first impression. Ik heb geen idee hoe de make-up het gaat doen. En de eerste indruk wil ook niet zeggen dat dat het laatste, zeg maar, is. Want het kan zijn dat ik nu een product heel fijn vind en dat ik hem straks over een week of twee helemaal niks vind. En andersom. En het kan ook zijn dat ik iets goed vind en jij niet. En andersom. Maar ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Maar goed, laten we gaan beginnen. Voor het begin van deze video heb ik mijn haar alvast even vastgemaakt. Mijn huid gereinigd en gehydrateerd. Ik moet zeggen dat ik wel een beetje last heb weer van roodheden. Ik heb rosacea, dus dat zie je. Maar nu heeft de crème en alles even goed kunnen intrekken. Bij de update zat deze Hello Good Stuff Happy Bliss Face Spray. En die ga ik nu gewoon even aanbrengen. Je moet wel even schudden als extra hydratatie. Dit is dus de spray. En er staat op Feel Energized and Hydrated with Citrus Fruit Extract. Het ziet er wel heel leuk uit, moet ik zeggen. En dan gaan we sprayen. Ja, dat voelt lekker fris aan. Het heeft inderdaad zo'n citrusgeur. En ik zal dit inderdaad gebruiken om gedurende de dag een beetje op te frissen. Niet als setting spray of fixing spray, dat niet. Daar is hij ook veel te grof voor, zeg maar. Maar wel zo gedurende de dag. Prima. En terwijl dat de face mist, zeg maar, intrekt, breng ik deze lipolie aan. Dit is Cranberry with Tinting Effect. Ik verwacht dus een beetje plumping. Ik weet niet of dat ook echt gaat gebeuren. Maar ik dacht, ik breng deze aan. Dan kan die intrekken. En dan kan ik de basis en alles doen. En dan kan ik straks voor de lipproducten ook andere testen. Zo probeer ik zoveel mogelijk producten in de video te proppen. Dus dat. Die ga ik even aanbrengen. Trouwens gewoon een standaard applicator. Ik dacht dat de kleur van af zou komen, maar het is natuurlijk een lipolie, maar het is gewoon doorzichtig. Dus ook al zijn er meerdere kleuren, is het denk ik niet echt nodig om alle varianten te kopen. Maar hij brengt makkelijk aan. Voelt echt wat dikker als een lipolie. En ja, er zit wel iets van een bepaalde, ik weet niet, mint? Nee, dat zal het wel niet zijn. Ik weet niet wat het is. Ik voel nog geen tinting effect, maar wel dat er iets is. Ja, echt, daar heb je heel veel aan, ik weet het, maar maar het is niet dat ik denk van, oh, mijn lippen staan in brand. Of, oh, het begint te tintelen als gek. Dat niet. Maar wie weet verandert dat zo nog. In de kamer te kijken, wat zie ik er moe uit. Maar het is echt 7:15 in de ochtend. Maar het is er nou al licht. Sterren aan de school, Roy zal werken. Ik was toch al wakker. Ik denk, zet de camera aan. Ik moet me toch opmaken. Want ik wil zo'n action video opnemen. Ik denk, ja, als ik me dan toch moet opmaken, doe ik het wel op camera. En doe ik gelijk de nieuwe Essence producten een beetje uitproberen. En terwijl dat ik nu zit te praten, voel ik hem iets warmer worden. Maar niet ondraaglijk of wat dan ook. Dus ja, prima product. Of we het nou echt mijn lippen vonden gaan maken, zien we gedurende de video. Ik ga ook twee basisproducten gebruiken. Namelijk de Essence Fix & Last Jelly Primer. En de Essence Hydro Hero 24 Hours Hydrating Tint Cream. Normaal, als ik een basisproduct heb, doe ik of deze nieuw met een bestaande foundation die ik al heb. Of een nieuwe foundation met een bestaande primer. Zodat ik weet hoe het op elkaar reageert. Nu gebruik ik twee nieuwe producten. Maar ja, ik dacht, weet je, het is een eerste indruk video in de reviews of in de favoriete video of zo, zeg ik wel wat ik er dan uiteindelijk van vind. Maar ik wil ze gewoon alle twee heel graag proberen. Nu begin ik met de primer en dat is de Fix & Last Makeup Gripping Jelly Primer. Hydrating en Refreshing. Ik heb het stuk al 4 keer opgenomen dat ik elke keer over de woorden val. Het is zo'n lange naam. Maar dit doet me natuurlijk denken aan die van Milk Makeup. En die van Elf Cosmetics, die mint of die watermelon jelly. En het zou wel leuk zijn als Essence, zeg maar, weer een goedkopere dupe heeft. Maar daarvoor moet ik hem toch echt wel een tijdje testen om dat zeker te weten. Ik heb twee pompjes gebruikt en de primer ziet er zo uit, de jelly primer. Ik weet ook echt niet hoeveel ik moet gebruiken of wat dan ook, maar dat zien we zo wel. Het voelt wel lekker fris aan op de huid. Hij ruikt wel ergens naar. Ik kan alleen niet zo een beetje fris. Geen rare overheersende geur. Ik heb de primer aangebracht en hij trekt redelijk snel in de huid.
En de huid voelt nu een heel klein beetje plakkerig aan. Dat is natuurlijk goed, want dan plakt de foundation of de BB of de tintend, wat je ook gebruikt, beter op de huid. En dan blijft het ook vaak langer zitten. Maar het is niet een heel plakkerig gevoel. Maar ja, niet echt dat ik zeg van nou, wow, wat een verschil met net. Dus nou weet ik niet of ik te weinig heb aangebracht. Ik doe gewoon nog een pompje. Of dat het gewoon niet echt een heel plakkerig product. Ah ja, nou, hij plakt wel, maar niet mega. Ik denk wel dat dit genoeg zo is. Het is natuurlijk een eerste indruk nogmaals. En net zoals bij de Catrice video, waar jullie heel leuk op hebben gereageerd, vond ik een product niet fijn. En ik zie andere mensen daar helemaal enthousiast over zijn, dat ik echt denk, hoe dan? Maar dat is dus smaken verschillen en iedereen vindt wat anders leuk. En dat kan ook gewoon. Dus dat zal in deze video ook wel weer gebeuren, dat ik iets heel fijn vind of niet fijn en ander net andersom. Ja, hij is wel een beetje plakkerig. Maar goed, genoeg van de primer, die trekt wel in. Genoeg met de primer. We gaan met de Hydro Hero 24 Hours Hydrating Tinted Cream verder. Ook alweer zo'n lange naam. En ik zag dus dat er maar 3 varianten hiervan zijn, als ik het goed heb gezien en goed heb onthouden. Want ik zat gisteren op Boostyshop te kijken. En ik heb de variant 20 Sun Beige. Ik weet dus ook niet of dit nu helemaal gaat matchen. Ook al matchen ze niet, ik breng hem wel zo goed mogelijk aan, zodat we de formule kunnen zien en alles. Ook al ziet het er niet uit, dan haal ik dat voor de volgende video er wel weer af. Maar ik wilde hem heel graag proberen. Ik denk namelijk zelf dat hij wat te donker gaat zijn. Het zit dus in een tube van 30 ml. En er zit ook SPF 15 in. Ik had al de vraag gekregen of er SPF in dit product zat. Toen had ik gereageerd 20, want dat stond online. Maar er zit dus SPF 15 in. Dan moet ik eerlijk zeggen, dat is leuk natuurlijk dat dat daarin zit. Maar gedurende de dag heb je veel meer SPF nodig dan dit. Dus het is goed als basis, maar ja, je moet er toch een andere SPF overheen brengen. Nou ja, je moet niks, maar om je huid goed te beschermen. En SPF 15 is natuurlijk niet mega veel. Dus voor een warme zomerse dag heb je wel echt meer nodig dan dit. Ik heb al een beetje op mijn hand aangebracht en hij is inderdaad echt wel te donker. Maar goed, ik ga hem gewoon aanbrengen en dan, we doen het er maar vandaag even mee. Voor het aanbrengen gebruik ik een kwast en ik heb even mijn spiegel voor dichterbij, zodat ik ook zie wat ik doe. Ik heb nu de kwast gebruikt, maar ik krijg helemaal geen mooie dekking. Het is sowieso een hele lichte dekking, dus verwacht niet dat alles bedekt wordt. Maar ik heb bijvoorbeeld hier heel veel dekking en hier totaal niet. Dus ik ga de kwast even weg doen en ik ga toch een spons gebruiken. Normaal zeg ik bij dit soort producten geen spons gebruiken. Want dit zuigt ook product op en heb je nog minder dekking. Maar ik ga het wel heel even proberen. Lukt dat ook niet, dan ligt het dus denk ik aan de tinted cream dat hij niet heel mooi dekt. Of heel patchy is. Dat op ene plek wel en de andere plek niet. Maar ik wil nog niet gelijk oordelen. Dus ik ga het ook even met de spons een beetje doen. Camera even wat meer ingezoomd. Zoals jullie zien is die te donker voor mij nu. Maar straks in de zomer hopelijk is het een betere match. Spons werkt beter, maar het is nog niet helemaal mooi egaal. Dan kan het dus komen door 2 dingen. Dat dit product gewoon niet mooi dekt. Of door de primer. Daarom zei ik net al van, meestal gebruik ik niet 2 nieuwe basisproducten. Maar ik gok dat dit dus echt wel komt door de tinted cream. Ik heb geen nieuwe concealer en geen nieuwe poeder, dus die ga ik ook even aanbrengen. Dan ben ik zo weer terug. Mijn basis zit erop en ik moet zeggen, ik vind het er wel mooi uitzien. Gewoon heel natuurlijk. En ik denk voor een warme zomerdag of een lentedag of gewoon als je een beetje van de neutrale looks haalt of wat dan ook, dat dit echt wel een goed product is. Alleen de kleur, maar ja, jammer dan voor nu. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik de nieuwe Brow Like a Boss Ink Brow Gel in het bruin. En er staat op, het houdt 72 uur en is waterproof. Ik heb geen idee wie dit 72 uur op laat zitten. Dat ga ik ook echt niet testen. Maar ik ben al blij dat het aan het einde van de dag er nog op zit. Ik gebruik normaal zwart. Dus dit zal misschien niet helemaal gaan matchen ook. Maar ik ga het gewoon testen. Wat ik wel een beetje lastig vind is, ik wil graag met dit soort video's ook gewoon kletsen over andere dingen. Maar terwijl dat ik me opmaak en de camera aan heb, vind ik het heel lastig om te kletsen. Dat zit er nog niet heel automatisch in. Wat ik wel awkward vind is, ik zit hier te filmen en me op te maken. En er staan hier net 2 mensen bij het raam. En die zitten alle 2 zo mij in het gaten te houden wat ik aan het doen ben. Dus, maar goed, en let niet op het kleurverschil. Dus alleen even voor deze video. Dit is de brow ink. Een heel klein kwastje. En
We gaan hem proberen. Ik heb trouwens ook geen idee of je dit zo moet aanbrengen of iets. Even lezen, Bianc. Het kwastje is trouwens heel schuin en klein. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Oh man, ik lijk net zo'n Oompa Loompa, zo donker dat hij is. Zo, val niet op. Dus die gaan we ook even aanbrengen. Wel, in kan het kort en krachtig zijn. Ik vind het helemaal niks. De kleur kan nog wel bruin. Maar het kwastje werkt niet fijn. Als ik hem aan het aanbrengen ben, zit hier of hier allemaal van die druppels wat langs het stokje, zeg maar, loopt. Even kijken of ik het kan laten zien wat op het applicatorstokje zit. Misschien is dat een handigheid die je moet hebben. En ik vind de wenkbrauwen te nep te uitzien omdat het te dik is. Je krijgt, normaal gebruik ik zo'n potloodje, zo'n micropotloodje. Dan is het wat natuurlijker. En dit werkt voor mij niet. De pigmentatie is er wel zo. En als je er handig in bent, zeker gebruiker. Maar ik vind het geen fijn product. Maar terwijl dat ik dat aan het aanbrengen was, zat ik dus zo dicht bij mijn spiegel. En zag ik dus dat mijn lippen rozer zijn geworden. Net toen ik hem aanbracht was hij gewoon doorzichtig. Maar nu is hij, ik weet niet of jullie het kunnen zien, een beetje roze en glossy. Niet voller, want dat effect zie ik niet. Maar ik vind het wel heel mooi eruit zien. Dus dit is voor mij nu al gelijk dat ik zeg van... Ja. Nou ga ik verder met het oogschaduwpalet. Dit is Benvenuti Aroma. Geen idee of ik dat goed uitspreek. Maar dit palet. Er is nog een palet. En dat is een dupe van het nieuwe Too Faced palet. Van het Lente palet. Die wilde ik graag bestellen voor deze video. Maar was alweer uitgekocht bij Boosie Shop. Dus ik ga het gewoon met deze doen. En deze is ook mooi. Er zit een spiegeltje in. En wat neutrale lichte tinten. Dit zijn meer de neutrale lichte tinten. En dit wat donker. En er zitten matte in en shimmers. En in de oogschaduw zelf zit hier bijvoorbeeld een ijsje ingeprint. En hier een bloem. De oogschaduw is gewoon aanbrengen. Ik ga geen hele tutorial doen. Daar ben ik gewoon niet goed genoeg in. Ik doe dat liever in artikelvorm. En ja, dus ik ga het gewoon aanbrengen. Ik begin met deze matte kleur en met deze matte kleur in de crease. Die ga ik blenden en dan kom ik zo bij jullie terug. Trouwens ook heel graag van de tape. Heb ik ooit bij de primer gekocht. Je kan ook plakband gebruiken. Dan doe ik dat zo schuin. En dan als ik het straks weghaal is dat goed. Het is een hele nette lijn. Maar goed, ik heb een fluffy kwast en ik ga lekker blenden. En aanbrengen. Wat me gelijk opvalt is, ik heb net de eerste kleur aangebracht. Een beetje poederig. En ik zie ook niet zoveel op mijn ooglid. Dus we gaan naar de tweede kleur. En die zie ik dus gelijk al beter. Dus dat lag net gewoon echt aan de kleur dat hij te licht is voor mijn huid op het moment. Omdat ik gewoon een tint donker ben. Ik vind het allemaal net nog wat te licht. Dus ik ga deze matte kleur, die daar, ga ik er ook nog even bij aanbrengen. En iets in de oude V doen. Want ik zie bijna een X. Er is wel pigmentatie, maar heel licht. Kijk die glans dan ook. En dat is gelijk het verschil tussen de Hint of Mint palet van Catrice, die ik niks vond, en dit palet. Dat palet was best droog, gaf heel weinig pigmentatie, vind ik dan tenminste, dat was mijn mening. En ik heb het palet vaker gebruikt en ik ben er nog steeds van dat dat mijn mening is, maar goed. En dit palet, ook al moet je wat meer opbouwen en ook al is hij misschien een beetje poederig, dit heeft wel echt wat pigmentatie en die glans. Afgemaakt verder, ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik heb natuurlijk geen softbox of wat dan ook nog, dus... Het is een beetje lastig misschien om te zien. Maar ik kan wel wat meer zeggen over de kwaliteit. Pigmentatie is oké. Niet alle kleuren zijn even goed gepigmenteerd. Maar voor de prijs, het is natuurlijk maar 6 euro of zoiets, dit palet, is het wel het geld waard. Je moet er alleen wat meer mee doen. Even iets vaker blenden. Misschien een kleur wat vaker aanbrengen, omdat die net wat verder weg blendt. Maar ik vind het wel echt een heel leuk palet. Je kan er wat neutraler mee maken. Je kan er zelfs wat donkerder look mee maken. Dus ook al is het niet het meest waanzinnige palet in mijn collectie. Voor de prijs is het wel echt een goed palet. Dus en vooral in vergelijking met Hint of Mint van Catrice. Die vond ik gewoon echt niks. En dit wel. Dus dit vind ik een heel leuk palet. Om de ooglook af te maken ga ik deze nieuwe Sensitive But Wow Volume Mascara gebruiken. Leuke verpakking. En dit is de applicator. Dit is mijn Wimper Zonder mascara. Nog geen mascara aangebracht. En hier wel één laagje. En tot nu toe is het gewoon een oké mascara. Nog niet geweldig. Nou, ik neem mijn woorden terug. Twee laagjes is echt wel een mooi effect.
Ik zie inderdaad meer lengte en volume. Mooie zwarte wimpers. Separeert goed. Geen klontjes. Wat ik ook nog wil zeggen over de oogschaduwpalet, over deze, is dat ik geen fallout heb meegemaakt. Ik zat niet onder, want mocht je de Catrice video hebben gezien, dan snap je wat ik bedoel. Er zit niks om mijn gezicht. Dus dat is ook een pluspunt van de oogschaduw. En ik vind deze mascara echt heel goed. Al heb ik natuurlijk geen idee wat deze producten later, het einde van de dag doen en de rest van de week. Maar de eerste indruk van deze mascara. Dan ga ik naar de Kiss by the Light Illuminating Powder. En dit is 02 Sun Kiss. Ik zag dus dat er nog één was. En er zit volgens mij een beetje roze door. Dus dan heb je een blush. Dit is meer de bronzer. Kaarswirlen voor een zwart. En dat ziet er echt heel mooi uit. Even kijken hoor. Het is natuurlijk een beetje bronzy. Een beetje een glow. Al denk ik wel, als ik dit zo zie, dat dit voor de lichte huid vooral is. En als je een donkere huidskleur hebt, dat je hier niet mee gaat wegkomen. Dat dit niet bruikbaar is. Dus dat is wel zonde dat ze er dan maar twee hebben. Pas, daarmee ga ik hem aanbrengen. Ik kan deze nu niet gebruiken. Ik ben hem aan het aanbrengen, maar ik zie dus echt helemaal niks. Ook geen glow. Want de glow die ik nu heb, had ik al door mijn basis en zo. En door de crème, door de tinted cream. Maar niet door deze poeder. Dus ik kan hier nu geen eerlijk oordeel over geven. Omdat ik gewoon te gebruind ben nu. Door die... Nou ja, jullie weten al inmiddels waardoor. Dus ik ga deze nog wel van de week een keer proberen. Maar als ik hem op mijn hand doe. En ik veeg twee keer, is hij al weg. Dus ik weet het niet zo goed. Het ziet er leuk uit. Maar ja, de glans blijft wel over trouwens. Wacht, misschien dat ik de highlighter kan gebruiken. Onder zit namelijk een stukje highlighter. Die ga ik wel proberen aan te brengen. Het highlighter gedeelte geeft dus wel een glow. Maar ik moet wel zeggen, als je een beetje wat rimpeltjes hebt. Of textuur of zo, doet dat wel. Hoe heet dat? Dat je het wat beter ziet. Ik ben even het woord kwijt. Maar op zich is het wel mooi, alleen het bruine erin, zeg maar, dat is op mijn huid nu gewoon totaal niet te zien. Dat is wel jammer. Als highlighter vind ik het wel oké. Okay. Ik ga nog een keer sprayen met deze Hello Good Stuff. Ook al is het volgens mij niet echt een setting spray of een fixing spray, ik ga hem gewoon gebruiken dat het wat minder poederig lijkt. En ik vind de geur heel erg lekker, dus die vind ik ook wel een aanrader. De lipolie verwijderen, die vind ik echt geweldig. Het is niet dat ik echt wat van dat tinted effect heb gemerkt of plumping. Maar het kleurtje, dat zacht roze kleurtje, de gloss en hoe die aanvoelt, geweldig. Dus ja, dit is een dikke aanrader. Ik gebruik de Electric Glow Color Changing Lipstick. Dit doet me echt denken aan de jaren 90, 2000. Daar had je ook van die lipsticks die met de pH-waarde van je huid of van de warmte of hoe dat ook heet, verandert. En Essence had al vaker zo'n lipstick, de Glimmer Glow nog iets. Maar die kan ik nergens meer vinden, want die wilde ik dus bestellen. Nu hebben ze deze, dus ik denk dat die ervoor in de plaats is gekomen. In de balm zitten glitterdeeltjes, maar die zitten er dus in. En ik vind de huls, dat het electric, vind ik ook heel gaaf te uitzien. Dus ja, ik ga hem even aanbrengen. Even kijken naar de andere spiegel. Dit zijn mijn lippen nu. Die zijn nog wel een klein beetje rozig van de lipolie, maar krijg ik er niet af. Wat me gelijk opvalt is de zoete geur. En het voelt een heel klein beetje aan als een goedkope balm / kinder make-up, maar omdat het er leuk uitziet, zie ik dat even door mijn vingers. En het is natuurlijk ook best wel... Essence producten zijn gewoon goed betaalbaar, goedkoop, weet je. Dus dat vind ik nu niet zo erg. En als balm, het is een heel... Het heet een lipstick, maar ik noem dit gewoon een balm. En het geeft een beetje een kleur. Het is nou niet dat ik zeg... Wauw, wat een waanzinnige kleur. Maar misschien verandert dat de komende minuten. Want dat deed die lipolie ook. Die was eerst ook gewoon een gloss. Ja, weet je, bij dit product heb ik zoiets van, het ziet er leuk uit. Het geeft een beetje een kleur. Maar het gaat vooral natuurlijk om het uiterlijk van de verpakking. Dat mensen over de streep gaan trekken. Het is gewoon wel een oké product. Gewoon prima. Nog een lipproduct die ik in deze video wil uitproberen. Dat is de Hydro Matte Lipstick. En ik vind ook deze verpakking weer geweldig. Dit is de kleur 401 Hydra Matte Mouvement. Ik heb mijn bril niet op, dus het zijn kleine lettertjes. En bij Boosie Shop heb ik nog meer kleuren gezien. En ik ga er een paar bij bestellen. Want ook al ken ik de formule nog niet, ik vind het er leuk uitzien.
Dit is de kleur. En er staat dus ook een Essence logo ingeprint. En ik zal hem ook even swatchen. Oké, okay, dus een beetje. Ja, het is gewoon een paars mauve. Nou, best wel een brons look, maar dat komt natuurlijk omdat de basis iets donker is. Maar de ooglook past er goed bij. En dan vind ik een cool tone lipstick zoals deze niet helemaal passen. Maar ik wilde hem wel laten zien. Gepigmenteerd, breidt makkelijk aan. Leuke verpakking. Kleur is niet helemaal mijn ding. Maar ja, de kwaliteit is wel gewoon goed. Nou, dit is de uiteindelijke look. Ja, ik heb wel even 3 keer gecheckt of ik nou alles heb gebruikt wat ik wilde gebruiken. Volgens mij wel. Ik heb ook weer even mijn bril op gedaan, zodat ik wat zie. Ja, ik vind het eigenlijk best wel een goede look geworden voor de eerste indruk, zeg maar. En ik vind de basis ook heel erg mooi. De oogschaduw ziet er prima uit. De lipsticks en de lipolie die ik heb gebruikt ziet er goed uit. Dus ja, dat is eigenlijk best wel een positieve eerste indruk. En nog even langs met wat ik er nou echt van vind. De eerste indruk, deze Hello Good Stuff Happy Bliss Face Spray vind ik een absolute aanrader. De lipolie met cranberry, deze, de nieuwe... Vind ik ook een absolute aanrader. En de Hydra matte lipstick ook. De Hydra is natuurlijk dat het ook wat gehydrateerd is. Ideaal voor als je veel last hebt van drogere lippen en zo. Dus ook een aanrader. Maar ga ik wel kijken naar andere kleuren. Sensitive But Warm mascara vind ik ook een aanrader. Al kan ik nu niet echt zeggen of dat hij de gedurende dag gaat brokkelen of zo. Maar tot nu toe vind ik hem echt geweldig. Electric Glow Balm ziet er gewoon leuk uit. Of lipstick, balm, color changing, whatever. Dit is gewoon een leuk product. Is het echt een absolute aanrader? Gewoon normaal. De Fix Last Makeup Gripping Jelly Primer heb ik nou pas 1 keer gebruikt. Vind ik een beetje lastig om nu te kunnen beoordelen. Omdat mijn basis ook nieuw is. Ga ik zeker vaker proberen, maar tot nu toe is het ook gewoon een goed product. Of het nou echt een aanrader is, dat moet je zelf dan maar even bepalen of je hem daarvoor wil gebruiken. De oogschaduw vind ik gewoon oké. Okay. Het is niet het beste, maar niet het slechtste. En voor de prijs is het gewoon een heel leuk paletje met mooie basic kleuren. Dus ja, ook leuk. Dit product, de Hydro Hero 24 Hour Hydrating Tinted Cream. Mondvol met SPF 15. Vind ik op zich wel een aanrader. Ik moet alleen een tintje lichter gaan. Het is niet de meest geweldige tinted cream die ik heb. Maar voor deze prijs, voor deze range, vind ik hem wel gewoon oké. Okay. Moet alleen even een ander kleurtje pakken. En wat ik jammer vind is dat er maar 3 varianten beschikbaar zijn. Dus voor heel veel mensen gaat dit product helaas niet werken. Maar ja. En over dit product, Kiss by the Light 02 Sun Kiss, kan ik ook niet echt een eerlijke mening hebben. Want zeg maar als de bronzer glow, wat ik eigenlijk had verwacht dat hij ging doen, ben ik nu te gebruind. En als ik hem zwart, is hij zo van mijn hand. De highlighter vind ik wel mooi, maar je ziet zeg maar de textuur van mijn huid wat beter. En dat vind ik wat minder. Van ver af zie je dat eigenlijk niet. Maar het is wel een mooie glow. Maar het bronze effect merk ik nu weinig van. Dus ik kan dit product niet helemaal eerlijk beoordelen. Maar voor die paar euro, weet je. Maar het is wel echt voor als je een wat lichtere huid hebt. Deze video maar 1 product die ik niet fijn vind. En dat is de Brow Like a Boss Ink Brow Gel in bruin. En dat komt vanwege de applicator. En dat maakt me ook heel streng. Maar ook heel flaky. Want als ik zo doe, dan brokkelt het al af. En ze zijn knijterhard. Ik vind dit gewoon echt... Nee, vind ik niet mooi bij mij. Ik hou meer van een neutraal. Nieuwe Essence Update ligt waarschijnlijk rond 15 maart bij Kruidvat in de Schappen. En bij Trekpleister, denk ik. Maar ik zal die informatie nog even in de beschrijving zetten, want die weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik kan er wel zeggen dat Bushy Shop alle items al online heeft staan. Dus wil je online shoppen? Het is alleen dan wel een beetje lastig met kleuren uitkiezen. Maar goed. Ik ben in ieder geval blij met deze update en positief verrast ook met heel veel producten en ook met de uiteindelijke look. Ik ben benieuwd wat jullie van de producten vinden die ik heb getest in deze video. Laat dat hieronder even achter in de reactie. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende video!